Goedenavond op deze vrijdagavond. We blikken natuurlijk terug op die roerige week voor PSV. Wat uiteindelijk ook een mooie week werd door een toptransfer. Mario Götze die naar PSV kwam. Gaan we het straks nog wat uitgebreider over hebben. Koen, hoe kijk jij terug op de afgelopen week? Ja, het waren hele korte nachten, hele lange dagen. Maar ja, het zijn natuurlijk wel mooie dagen. Hè, als je zo'n transfer als mediateam kunt behandelen. Als je zo'n grote vis kunt binnenhalen. Als Mario Götze zijn. Dan heb ik het nog niet eens over al die andere transfers. Ja, dan zijn het natuurlijk wel hele fijne dagen en fijne weken. Ja, er stonden heel veel mensen natuurlijk ook rondom het stadion. Had je dat ooit eerder meegemaakt? Nee, dat vonden wij nog wel grappig. Hè, dat wij daar door het stadion heen liepen. En dat je op het moment dat je een lampje aanzette. Dat je meteen al die kopjes naar boven zag gaan. Van zou dat Götze zijn? Zou dat Götze zijn? Ja, dan bleken het Jeroen Toet en Koen Heesakkers te zijn. En dan zag je die teleurstelling op die kopjes bij die fans en bij die aanwezige pers. Ja, ik vond het wel lachen. Ja, was bijzonder de transferperiode van PSV. We bespreken hem in een overzicht met onder andere PSV-watcher Marco Timmer. Er is één woord dat gelijk bij me opkomt, dat is een aardverschuiving. Ja, ik ben natuurlijk trots om bij PSV te spelen. Ik ga kijken hoe het gaat lopen aankomende tijd. Natuurlijk, de transfermarkt komt wat later op gang dit jaar. En ja, ga je opties afwegen van, komt er wat moois voorbij? Of waar zie ik mezelf graag? Waar zitten de ontwikkelpunten die ik heb? En dan ga ik zo mijn opties afwegen. Dus ik sta open voor... Om hier te blijven, laten we zo zeggen. Ja, door Jan Malen en Denzel Dumfries natuurlijk. Die vertegenwoordigen veel waarde. En er was ook wel sprake van, er was interesse in deze spelers. Er was sprake van dat ze zouden kunnen gaan. Ja, ik denk dat Malen alles in zich heeft. En helemaal in het nieuwe PSV. Om misschien wel de topscorer van Nederland te worden. Ja, dan kan hij een mooie stap maken natuurlijk. En ik denk dat dat voor zijn ontwikkeling ook beter is. En voor PSV is het goed dat een leider als Denzel Dumfries, want dat is hij toch, gebleven is. En dat hij de jonge jongens goed bij de kladden pakt zo af en toe. Toon Gerbrands heeft het over een cyclus. Een natuurlijke cyclus in een voetbalclub die vindt zo nu en dan plaats. En dat is nu gebeurd. PSV heeft hard ingegrepen. Niet alleen de organisatie, hè, na het ontslag van Mark Verbommel, maar ook... ook in de selectie. En gezien de spelers die hier waren, was het ook nodig. Hè? Doan is nu weg, Bruma is nu weg, Baumgartel die zou weg. Lato is weg, Swaap, Afellay, Mitroglou. Allemaal jongens die het gewoon niet gedaan hebben voor PSV. Dus daar moest gewoon iets gebeuren. En dat hebben ze goed ingezien. Ja, en zo moet je, tenminste zo kijk ik ernaar, de technisch verantwoordelijken hebben een tweede kans gekregen. Ja, en ze hebben laten zien, denk ik, in deze transferwindow dat ze die met twee handen hebben gepakt. Je hebt eigenlijk twee hele goede doelmannen in huis. En je moet toch een nieuwe doelman halen. Ja, dan geeft al aan dat trainer Schmid niet kijkt naar zijn materiaal en daar zijn speelwijze op afstemt. Maar echt duidelijk kijkt naar zijn speelwijze en daar een doelman bij zoekt. En dat heeft hij met Mvogo gedaan. Volgens mij heeft hij ook een koopoptie in het contract bij Arminia Bielefeld. Dat duidt al op het feit dat ik denk dat ze hem niet meer terug willen. Of hij moet zich spectaculair ontwikkelen. Ja, er is veel gesproken over de macht binnen PSV. Hè? Wie heeft nou de macht? Is dat nou John de Jong of is dat nou Roger Schmid? En ik weet vanuit het verleden dat bij PSV altijd beide gewoon belangrijk zijn. Dat de trainer een stem heeft en dat John de Jong een stem heeft. En die moet op één lijn zitten. In dit geval, als je met Roger Schmid een internationaal gerenommeerde trainer binnenhaalt... die een hele andere denkwijze, een hele andere speelwijze moet
teweeg gaan brengen, hè, bij PSV, dan is het logisch dat je hem ook de spelers laat halen die hij wil. Maar dan moeten ze wel leveren, want anders is John de Jong de eindverantwoordelijke die de pijlen op zich gericht weet. Als je dan kijkt naar wat er is gehaald, dan kun je gewoon zeggen dat een aantal spelers echt gewoon voor Roger Schmidt is gekomen. Ja, en dat is natuurlijk dan ook een ding waar PSV van kan profiteren, van zo'n naam, hè, van de goede naam van Roger Schmidt. Anders was Götze denk ik niet gekomen, anders was Sahavi denk ik niet gekomen, die kent vanuit China. Dan was Philip Max misschien niet gekomen, en Mvogo misschien niet gekomen, Adrian Fijn misschien niet gekomen. Nou, deze spelers moeten zich allemaal gaan bewijzen. Sangaré overigens kwam uit de scouting en uit de koker van John de Jong. Deze spelers moeten zich gaan bewijzen, maar de voortekenen zijn wat dat betreft gunstig. Dus stel nou in het meest gunstige geval voor alle PSV-fans dat PSV het heel goed gaat doen met ook nog ander voetbal. Ja, dan gaan de credits niet alleen naar de trainer, maar ook zeker naar John de Jong en Toon Gerbrands die het hebben aangedurfd om zo'n gigantische cultuuromslag teweeg te brengen. Discuter avec le coach et voilà pourquoi je me suis engagé ici. En plus, c'est un club formidable où il y a eu pas mal de grands joueurs, de grands footballeurs qui sont passés, tout ça, et ça m'a interpellé aussi. Je me suis dit pourquoi pas moi. Ich bin im zentralen Mittelfeld spiele ich und bin so der versucht einfach gute Pässe zu schlagen, kreativ ist und ja dort de Mannschaft dan nog te helpen. Ja, dat wordt een hele interessante discussie natuurlijk. Ik verwacht dat Sangaré sowieso gaat spelen. Daar hebben ze heel veel geld voor betaald, hè? 9 miljoen euro. Ze hebben hem voor de neus van Southampton weggesnitcht, moet ik maar zeggen. En hij krijgt een godsvermogen verdient hij hier. Dus die moet gaan spelen. Bovendien is die jongen 22. Daar zit heel veel restwaarde op straks. Die kun je weer flink doorverkopen. Ja, het is een powerhouse. Het is een dynamische voetballer die ook goed aan de bal is. Hij stond bij heel veel grote clubs in Europa op een scoutinglijstje. Nou, dan ga ik ervan uit dat hij speelt. En dan wordt het interessant of hij dan Rosario laat staan of met Fijn gaat spelen. Nou, ik verwacht het eerste. Rosario heeft een hele goede voorbereiding gehad. Ik vond hem daarna in de wedstrijden wisselvallig. Misschien de wedstrijd Moura symboliseert dat het beste. De eerste helft was hij heel matig en zwak. De tweede helft was hij de beste van het veld. En dat niveau moet hij steeds gaan halen. En hij kan het halen, want hij heeft dat al veel vaker laten zien. Nou, als je die twee daar hebt staan, heb je volgens mij een heel goed centrum op het middenveld. Met Fijn nog achter de hand. Ja, het is een jongen waar een koopoptie op zit. Ik geloof dat het 6,5 miljoen euro is. Je gaat hem niet voor niks binnenhalen. Het is duidelijk ook dat ze daar heel veel vertrouwen in hebben. Ja, en dan is het gewoon recht van de sterkste. En dat moet op de training afgedwongen worden. En dan zal Schmid zijn keuze maken. Qua spektakel krijgt PSV een dikke 10. Ik bedoel, als je op de slotdag in de laatste uren nog met Mario Götze aan kon zetten en de hele manier waarop dat gegaan is natuurlijk, met een auto hier voor het stadion, met DO, GM en dan zijn geboortedatum. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Voor media erg leuk om zoiets mee te maken. De spelers moeten zich bewijzen. Dat is nou eenmaal zo. Duidelijk is wel dat er heel goed gekeken is naar wat heeft dit elftal nodig. Naar de vier sleutelposities, de spits, linksback, centraal op midden en het doelman, die waren al vrij rap binnen. Dat hebben ze goed gedaan. Als die spelers zich bewijzen, en sommigen hebben dat al gedaan, hè? Sahavi heeft zich al bewezen, vind ik. Ja, zal het nog op een langere tijd moeten laten zien. Maar je ziet dat hij niet is gekomen om rustig af te bouwen op zijn 33. Nee, hij wordt een van de leiders. Philip Max heeft zich ook al laten zien met zijn linkerbeen als echt wapen. Nou, dan heeft PSV het gewoon heel goed gedaan. Maar dat schept ook gelijk de verplichting dat je heel lang meedoet om de titel. En met Ajax ook om die titel moet strijden. Maar goed, dat is ook precies wat ze willen hier.
Ja, tot zover een beknopt overzicht van alle transfers bij PSV met een aantal gevallen specifiek eruit gelicht. Straks gaan we verder praten, dat doen we met Koen Heesakkers. Koen, waar gaan we het straks over hebben? Ja, we gaan het nog uitgebreid hebben over die transfer van Mario Götze naar PSV. Want Eindhoven, ja, dat was het epicentrum van de wereld, leek het wel. In ieder geval het epicentrum van de voetbalwereld. Ja, daar moeten we natuurlijk nog eventjes uitgebreid op terug gaan kijken. Ja, kortom, nog meer reconstructie van die afgelopen week in het tweede deel van PSV TV. Ik zie je na de break. Tot zo. Welkom terug bij het tweede deel van PSV TV. Zoals beloofd gaan we wat uitgebreider in op de afgelopen week, waar je net al hebt kunnen kijken naar een beknopt transferoverzicht met alle inkomende en uitgaande transfers bij PSV. Gaan we nog iets dieper in op de materie. Dat doen we met verslaggever Koen Heesakkers, die alles van dichtbij heeft meegemaakt. Zo, we zaten er bovenop. We zaten er letterlijk en figuurlijk bovenop. Koen, waar wil je me aftrappen? Ja, het waren drukke tijden voor ons, maar dat staat natuurlijk allemaal in schril contrast met hoe druk het moet zijn geweest voor John de Jong en zijn team. Hè. Met natuurlijk als huzarenstukje die transfer van deze man, Mario Götze, die vanuit Duitsland kwam. Niemand had het verwacht. In ieder geval, wij hadden het allemaal niet verwacht. Het kwam voor ons als een grote verrassing. En dit zei John de Jong er zelf over. Ik laat het vooral bij de trainer liggen en Mario zelf. Want Mario heeft zelf de beslissing genomen om hier te komen voetballen weer. En ik moet de mogelijkheid openhouden dat het op de laatste dag nog kan. Die kaders moet ik bewaken. En dat heb ik gedaan. Maar verder de credits aan Roker, die uiteindelijk mij op de laatste dag belde in de ochtend van: denk je dat het nog mogelijk is om hem binnen te halen? Ik zei: nou, ik ga mijn uiterste best voor doen, maar laat het proberen. Had jij een gevoel van ongeloof of er was al eerder wel sprake? Ja, het enige wat ik wist, en dat zijn natuurlijk een beetje onze wildste ideeën in de zomermaanden, van ja, hij is transfervrij of hij heeft nog geen club of allerlei namen passeren dan. Ik had hier zelf geen rekening mee gehouden in de afgelopen weken, zo eerlijk moet ik zijn. De trainer misschien wel, want die heeft contact gehouden. Ik wist dat de trainer de lijn open hield, dat hij met hem in contact stond. En Mario had verschillende opties en uiteindelijk heeft hij zijn gevoel laten spreken en gezegd van: nou, ik wil naar PSV. Hoe werkt zoiets met collega technisch managers? Krijg jij dan ook gelijk appjes of berichten van bijvoorbeeld een Marcel Brands of zo, zeggen die van: nou, John, goed gedaan. Ja, ik heb wel heel veel berichten gekregen, moet ik zeggen, op de laatste dag van de transferwindow toen het bekend werd. Ook van technisch managers, technisch directeuren die natuurlijk het vak kennen en weten hoe onzeker en moeilijk het is. En zeker op zo'n laatste dag, dat er veel kan gebeuren. Ja, er zijn veel berichten binnenkomen stromen. Ja. Maar laat ik nogmaals benadrukken dat het meer in de relatie van de trainer en Mario lag dan aan mij. Ja, hoe hectisch het allemaal was de afgelopen weken en de afgelopen dagen, dat kan dan iedere volgende week woensdag of komende woensdag om 7 uur zien op Fox Sports. Want jij sprak met John de Jong en daar maken wij een special van. En die is dus woensdag te zien op Fox Sports. Ik kijk er naar uit. Ik ben heel benieuwd hoe dit is geweest voor onze technisch manager. Ja, nou, dat ga je allemaal horen. Want het is een uitgebreide reconstructie door de ogen van John de Jong. Hij vertelde meer overigens natuurlijk. Waarin hij onder andere ook ingaat op hoe het is voor een technisch manager om te handelen onder de huidige omstandigheden binnen die corona-periode. Dat is ook meteen het moeilijke aan. Je moet natuurlijk de financiële kaders in de gaten houden, zeker in deze tijd. Vandaar dat we ook 2 transfervrije spelers en 3 spelers gehuurd hebben. Ja, en dat moet je allemaal samen zien te brengen. En vaak loopt dat niet samen, weet je wel. Dan ben je al met iets bezig of 2-3 inkomende transfers bezig. En je had misschien de verwachting dat er al 1 uitgaande zou vallen. Ja, en dan moet je toch een beslissing nemen om iets al te doen met de onzekerheid van: ja, gaan die andere 2 wel lukken of gaan ze niet lukken of gaat het door of gaat het niet door? En daar zit de onzekerheid in. Dat is het moeilijke eraan. Zit je samen met Schmid direct aan de voorkant van zo'n transferperiode een soort stip aan de horizon? Met andere woorden, wat was het vertrekpunt vanuit PSV samen met Schmid? Ja. Wij zijn vanaf eind april, begin mei, hebben wij wel om de paar weken contact gehouden over wat we wilden. We wilden ideeën gemaakt, realistische ideeën gemaakt. Gekeken wat we aan ingaande transfers wilden hebben. Maar uiteindelijk zei hij ook van: ik wil heel graag de voorbereiding beginnen om de jongens te zien. Ik heb beelden gezien, ik heb wat wedstrijden gezien, maar ik heb nog niet met ze gewerkt. Ja, dat is voor mij dan wel weer wat moeilijker, omdat dan het einde van het transferwindow komt steeds dichterbij.
Ik ben wel blij dat we dat gedaan hebben. Dat hij iedereen gewoon zelf heeft gezien. Dat hij de eerste weken alle spelers heeft leren kennen. En daar, daar ben ik wel blij mee dat we dat zo hebben ingestoken. Maar dan komt wel de druk natuurlijk aan het einde van de transferwindow te liggen. Ja, bijzondere omstandigheden om in te werken natuurlijk voor beide. Voor de trainer en voor Sean de Jong. Tot zover dus die reconstructie. Nogmaals gezegd, dit was een teaser. Woensdag de uitgebreide versie om 7 uur op Fox Sports. Koen, ja, wat had jij verder? Ja, voor iedereen die PSV volgt was deze transferperiode natuurlijk een hele bijzondere. En onze vrienden van het Instagram-account PSV Brazil zijn ontzettend blij met technisch manager Sean de Jong. Ze noemen hem een legende. En ja, zij kijken ook met heel veel interesse naar de komende transferperiode. Want nou, ze gaan er een soort van uit dat John contact gaat zoeken met Barcelona. Ja. Lionel Messi moet de volgende worden die hier bij PSV gaat spelen. Het is allemaal met een knipoog, maar iedereen is natuurlijk heel blij met deze transferperiode. Wel bijzonder dat Brazilianen aansturen op een Argentijn, maar... Daar gaan we eens eventjes dieper op induiken. Goed. Hey, voor een ieder die een PSV-shirtje wil laten bedrukken de komende dagen. En ik weet dat jij met de gedachte speelt. Dit zijn de officiële rugnummers voor het seizoen 2020-2021. Wat opvalt is dat Ibrahim Sangaré gaat spelen met nummer 6. Ja. Sahavi die was al geswitcht van 11 naar 7. Onze vriend Fine, die gaat nu spelen met nummer 11. En Mario Götze, ja, dat zal wel een shirt worden waar heel veel PSV-fans in rond gaan lopen. Hij gaat spelen met rugnummer 27. En tot zondag is bedrukken gratis, Jeroen, in de PSV-fanstore. Dus doe er je voordeel mee. Meer nieuws? Ja, het is natuurlijk ook volle bak interlandvoetbal, hè? Want dat vergeten we misschien wel na al dat transfergeweld. Maar Eran Zahavi die kende een beroerde avond gisteren. Hij speelde met Israël tegen Schotland. Beide ploegen zijn nog in de race om een EK-ticket te scoren. Maar de wedstrijd stond na 120 minuten 0-0. En Zahavi miste in de beslissende strafschoppenserie zijn pingel. En het bleek de enige misser in die serie te zijn. En dus is Israël uitgeschakeld. En dus geen EK voor Zahavi. Oei, sneu. Zeker sneu. Ja. Een Nederlands elftal. Dat speelde zonder PSV-inbreng tegen het Mexico van Hector Moreno en Andrés Guardado. We weten allemaal hoe dat afgelopen is. Mexico won met 1-0. En ook Yvonne Nvogo speelde niet. Hij zag vanaf de bank hoe Zwitserland met 2-1 verloor van Kroatië. Bij Jong Oranje wel PSV inbreng. Cody Gakpo speelde met Jong Oranje tegen Gibraltar. Toch? Volgens trainer Frank de Boer. Dat is ook zoals je me kunt noemen. Ik verspreek mezelf ook. Gibraltar is het inderdaad. Het werd 5-0 voor Jong Oranje. Zij winnen voor de 10e keer op rij. Gakpo was niet betrokken bij een doelpunt of bij een assist. Hij was wel een plaag voor de verdediging van Gibraltar. Het won dus met 5-0. Joran Teese ontbrak daar omdat hij positief testte op corona. Ja, en zo'n interlandbreak, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat er geen wedstrijd is voor Jong PSV dit seizoen. En dat is wel jammer, want zij speelden afgelopen vrijdag tegen Telstar. Wonnen met 3-0, zaten in een lekkere flow. Ja, en dus vroeg ik aan Peter Unieke wat hij ervoor vond dat hij nu weer eventjes niet hoefde te spelen vanwege dat interlandvoetbal. Nu komt er een interlandbreak aan. Ja, die komt altijd of heel gelegen of heel ongelegen. Beschrijf eens hoe deze valt. Nou ja, voor deze groep ongelegen omdat je lekker in een flow zit en het gaat goed. Voor een aantal jongens die onderweg zijn vanuit blessures komt die gelegen. Die krijgen wat extra tijd om erbij te komen. Dus dat gaat ook gebeuren. Dus uiteindelijk de groep die we nu hebben, die is goed. En die wordt alleen maar beter omdat er een aantal jongens vanuit blessures onderweg zijn. Jorbe Vertessen, deze week al meegetraind, gaat volgende week aansluiten. Richie Ledesma komt er weer bij. Dennis Vos, Tijn Davenveld gaan allemaal weer op het veld trainen bij de groep. Niet allemaal volledig, maar wel in gedeeltes. Dus dat zijn goede ontwikkelingen. Dus alleen Shaik Touré en Damien Thiemann hebben iets langer nodig. Dus dat is alleen maar mooi. Dus voor hun komt het gelegen, voor de anderen misschien iets minder gelegen. Ja, toch lijkt het er gunstig uit te zien voor Jong PSV. Peter Unieke, die hier overigens afgelopen week ook zat. Ja, er komen heel wat spelers terug. Hè. En twee van die spelers, Jorbe Vertessen en Richie Ledesma, die speelden gisteren met Jong PSV in Hengelo. Ze speelden een oefenwedstrijd tegen FC Twente. En daarvan hebben wij de beelden ontvangen van 1 Twente Enschede. Ja, dit zijn die beelden dus vanuit Hengelo. Jong PSV speelde tegen FC Twente. FC Twente dat het deed met het eerste elftal. Dat waren wel wat spelers die wat minder aan bod komen daar. Dus reserves en wat jeugdspelers. Eerste kans van de wedstrijd is hier. Is van Leeuwen. Hij schiet ruim over het doel zoals je zag van Kian van Dorp. Maar na 7 minuten spelen komt Twente wel op voorsprong. Eindstation van deze aanval is Lamprou. Hij dus met de 1-0. Ja, Jong PSV had het sowieso lastig in die openingsfase. Dit is Kik Piri, een van de bekendere namen daar in dat team van FC Twente.
Met nummer 24 is dit Markelo en de treffer daar weer van Lamprou. En zo, ja, jong PSV dus al vroeg op een 2-0 achterstand in dat duel. Grootste kans voor PSV in die eerste helft is voor Daniels. Ja, die mist hier toch wat de rust. En over rust gesproken, na rust, is dit een kansje voor Justin de Haas. Maar ja, dit schotje, dat mag eigenlijk geen naam hebben. Grootste kans van die tweede helft van PSV komt op naam van Jorbe Vertessen. We zeiden het al, terug naar blessureleed. En hij kiest als spits de kortste weg naar het doel. Uiteindelijk gaat zijn schot net over. Dus verliest jong PSV met 2-0. Ja, dat is goed jammer. Om te zien, ja, dat die jongens zeker weer terug zijn. Ja, dat die absoluut weer op de goede weg zijn. Koen, dankjewel. Tot zover. Dit was het wat mij betreft. Wat mij betreft ook. Ik wil je bedanken. We gaan lekker naar bed. Het was een lange week. Voor het weekend inderdaad. Het was een lange week. Wel een heel leuke week. En volgende week zijn we uiteraard gewoon weer met een nieuwe week bij terug. Dinsdag met een nieuwe aflevering van PSV TV. Voor nu, fijn weekend. Ciao.